De bandagebende is weer opgehaald. En ik heb echt last van mijn nek. De pijnbank. Ja, dat. En ja, dit hier is vettig. Ik moet straks toch douchen met de kinderen. Dus dat is helemaal niet erg. Maar goed, ik ga nu eerst even knuffelen met deze grote vent. Wij gaan lekker knuffelen, hè? Papi! Ja. Kinderen liggen inmiddels allemaal op bed. Ik heb mijn mat weer teruggelegd. Stofzuig gedweld, de hele zandekraam. Morgen komt er iemand onze zolder aftimmeren. Dat hebben we ook helemaal leeg gemaakt. Dus ja. We zijn goed bezig. Nou, gaan we bank hangen, chillen met onze billen. De kinderen hebben gegeten. De heren hebben gegeten. Ze zijn nu weer boven aan de gang. Nu ga ik even eten. Ik ga lekker eitje bakken. Want dat heb ik ook aan de heren gegeven. Voor de rest... ja, ik ben gewoon bij de kinderen en that's it. Meer doe ik niet eigenlijk momenteel. Moet ook gebeuren. Dus dat. We gaan zien hoe het allemaal loopt. Ik had voor Liam een baan gemaakt. Maar Sam is een nieuwe baan aan het maken. Ja. Ja, goed zo Sam. Heel goed van jou. Dan mag jij gewoon, hè. Kijk papa, hij is een nieuwe baan aan het maken. Nee, Sam is aan het doen. Hier, alsjeblieft. Ja, die gaat niet uit elkaar. Die zit vast in elkaar. Dan moet je hem iets draaien. Zo. Goed zo. Goed zo. Is wel wat hier. Ja? Ga je nou het treintje pakken? Hier, daar het treintje. Train. Train, goed zo. 3, 2, 1. Ze zijn nog even aan het klussen. En dan kan ik aan de slag. Zo. Hier stond nog geen schot. Dat is allemaal gemaakt vandaag. Dit is allemaal gemaakt vandaag. En ja, er zijn nog wat dingetjes afgewerkt vandaag. En nu ga ik hier poetsen. Zodat mijn slaapkamer weer leeg kan. Want het is één grote pijnbende. Maar goed, laten we maar beginnen. Kindjes worden naar bed gebracht door Niels. En ik ga hier aan de slag. Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg. We gaan naar de camping. Waar gaan we heen, Niels? Naar de camping. Ja, naar wie? Naar Inge en Emiel. Ja. En Julan en Nout en Jitte. Ja! Dus we zijn onderweg. Het gaat nog even duren. We zijn ongeveer nog een uur en een kwartier onderweg. Ik heb een nieuw speeltje voor hem. Ja? Het is Duits. Wat ben je in je mond aan het stoppen? Nee. Oh, oké. Okay. Denk al. Nee, je krijgt het nou terug. Nee. Was die niet lekker, die aardbei? Was die niet lekker? Was die niet lekker, die aardbei? Ja, maar hij heeft nou iets gezien, dat hij moest proeven. Zoals jullie zien, we zijn aangekomen op de camping. Zeker. Ik ga vandoor, ik doe die. Ja, dat. Ik ga naar buiten. Of ga ik nu met die milde walmaten vandoor? Dat mag je ook even mee. Okay. Maar Emil heeft iets voor jou. Nee, walmaten wil ik niet. Ja, dit gaat tijd kosten, Emil. Niet dus. Wel eens. Ik
denk dat hij een nieuw speeltje heeft. Anders had hij hem al weggegooid, denk ik. Ben je er zittend op zoeken? Ga zitten. Slimmer ik. Ondertussen zijn de kinderen nog aan het spelen, hebben we gegeten, we hebben gezellig gehad, we hebben van alles gedaan, paaseieren gezocht enzovoorts. Maar ja, we zijn natuurlijk bij Inge en bij Inge bestaat eigenlijk het leven uit proberen. Ja. Dus, wat hebben we vandaag? We willen altijd nieuwe dingen proberen. We hebben vandaag KitKat met hazelnoot. Ik ben benieuwd. Kijk ook. Ik hou wel van KitKat, maar dit is best een... Ja, we hebben wel zo'n KitKat thema, hè? Oh ja, dat valt groot op. Zat hij daar niet bij? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee, dat komt niet. Nee, deze komt uit Duitsland, bij de combi. Ja. Ik weet niet of ze in Nederland zijn, ik heb ze niet gevonden. Ik weet het niet. Ja, deze zijn wel lekker. Smaakt naar Hanuta. Nou. Ja, hè? Ja. Ik had hem gelijk goed, hè? Ja. Ja. Kennen jullie Hanuta of knoppers? Het onderste gedeelte van de knoppers, niet het echte melkgedeelte. Klopt. Ja. Ja. Het is misschien wel lekker brood. Fout. Heel fout. Ja, ik denk het wel. Ja. Of gewoon een KitKat is ook lekker brood. Ik heb nog nooit gehad, wel nee. Speculaas. Nee, gewoon witte boterham met KitKat. Moeten we dan weer een keer proberen. Maar soms heb je gewoon zin in de zoet. Maar dan moet je ook brood eten. Ja. Nou. Maar wel doen als je kinderen dat niet zien, hè. Dan heb je niks in de gaten, dan ga je ook brood eten. Ja, dat. Ja. Ik zeg ja, aanrader. Oké, wat ben je er dan? Ja, dat. Wat is dit? Paasvuur. Paasvuur in de Westen. Ja. En de traditie met Pasen? Ja, dat doen we altijd met Pasen. Oké. Okay. Dat mag niks mee, maar hier wel. Ja. Ja, nu komt de kerst met takken, met vuur. En dan gaat zo die berg daar, die je op de achtergrond ziet, dat groene vuur daar, zo, dat gaat zo de fik in. Juist. En dat is de traditie op de eerste paasdag rond de uur of acht. En dat is hier alleen in het oosten. Ja, dat is alleen hier. Brabant is nog krap hier. Ja, dat. Kijk, even zwaaien. Nou ja, we gaan bij deze kijken totdat hij in de fik staat. En ze blijven uit de buurt. Ja, dat. Maar blijven hier staan. Van afstandje. Ja. Het doet te regenen volgens mij.
En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. We zijn gisteravond laat thuis gekomen. Nadat we paasvuur hebben gehad. Dus we zijn toen op een gegeven moment naar bed gegaan. We waren heel moe. Maar wat hebben we het gezellig gehad. En bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.